We zijn op de Lage Hees in Beek en Donk. We hebben een wasserijgroep, dus daar wordt de was gedaan. Dat is meer arbeidsmatig. Dat is ook echt de was voor verschillende locaties, dus dat moet wel echt gedaan worden en netjes en goed. We hebben ook vaak muziek, vuilprikken, wandelen, soep koken, naar de markt gaan, dansen op muziek. Ja, van alles eigenlijk. De Lage Hees bestaat uit 4 heel verschillende groepen. De wasserijgroep, dus dat is meer arbeidsmatig de was doen. De blauwe groep, daar komen cliënten die meer verzorging nodig hebben. Die vragen om een heel belevingsgerichte dagbesteding. We hebben de groene en de rode groep. Het zijn 2 groepen waar mensen komen die graag hun eigen ding doen. Dus daar is ook niet een heel vast programma van oh, je moet nu dit of je moet nu dat. Zij mogen doen wat ze willen. Daarnaast worden activiteiten aangeboden waarbij iedereen van iedere groep die wil aan kan sluiten. Dus dat wordt altijd eigenlijk een mix. Vanuit de wasserijgroep kunnen mensen weer heel goed helpen bij de mensen van de andere groepen. Zoals duwen van een rolstoel of een dansje maken of voorlezen. Ja, iedereen die wat kan. En als iemand bijvoorbeeld een zorgzaam type is, dan kan die meehelpen waar mogelijk. Dus zo bied je dus voor iedereen een dagbesteding die heel zinvol en prettig is.